de wereld, de afstand, het onderwijs en het huiswerk. Hoe weet je nu welk lidwoord je moet gebruiken bij het zelfstandig naamwoord? Daar ga ik je vandaag een paar tips over geven. En wat ik vooral ga vertellen is waar het zo belangrijk voor is. Waarom is het nou zo belangrijk om de of het te schrijven? Let maar eens op. Er zijn drie lidwoorden in het Nederlands, namelijk de. Die zet je voor mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Het. Die gebruik je bij onzijdige zelfstandige naamwoorden. En het lidwoord een. En dat past eigenlijk voor alle zelfstandige naamwoorden. Als het onbepaald is. En met onbepaald wordt bedoeld een huis, een man. Wanneer we niet weten over bijvoorbeeld welk huis het gaat of over welke man het gaat. De en het, dat zijn de lidwoorden die je gebruikt voor bepaalde zelfstandige naamwoorden, wanneer je wel weet waar het over gaat. Een van de redenen waarom het goed te weten is wanneer je de of het schrijft, is wanneer je ook een bijvoeglijke naamwoord schrijft tussen het lidwoord en het zelfstandige naamwoord. Want woorden die geschreven worden met het, daarbij verandert het bijvoeglijke naamwoord van vorm, zodra je er een van maakt. Kijk maar eens. Hier staat het lage huis en de lage kast. Nou, bij beide is het bijvoeglijke naamwoord hetzelfde, lage. Maar let op, want het lage huis verandert zodra je er een van maakt. Het wordt namelijk een laag huis. Dus woorden waarbij je het als lidwoord hebt, daarbij verandert het bijvoeglijke naamwoord van vorm, zodra je er een van maakt. Een tweede reden waarom het belangrijk is de of het te schrijven, is bij aanwijzende voornaamwoorden. Die, dat, deze en dit. Let maar op. Het is de school. En het woord die school en deze school. Is het lidwoord het, zoals bij het huiswerk, dan wordt het dat huiswerk en dit huiswerk. Die school is ver weg. Deze school is dichtbij. Dat huiswerk is ver weg. En dit huiswerk is dichtbij. Dat zijn aanwijzende voornaamwoorden. En daarom is het dus belangrijk dat je goed weet welk lidwoord je nu zet voor het zelfstandig naamwoord. Weet je wat nu zo handig is om te weten? Dat 1/3 van alle zelfstandige naamwoorden in het Nederlands geschreven worden met het lidwoord het. Dus, hoe kun je nu handig oefenen? Juist, al die zelfstandige naamwoorden met het lidwoord het goed oefenen. Want automatisch zijn alle andere zelfstandige naamwoorden geschreven met het lidwoord de. Gelukkig kan ik je wel een paar tips geven, zodat je echt zeker weet wanneer je het lidwoord het moet gebruiken bij zelfstandige naamwoorden. De eerste tip is, zodra een zelfstandig naamwoord een verkleinwoord is, gebruik je altijd het lidwoord het. Bijvoorbeeld het meisje, het schooltje, het papiertje. Maar let op, zodra dat weer meervoud wordt, gebruik je weer altijd het lidwoord de. De meisjes, de schooltjes, de papiertjes. Volgende tip, eindigt een woord op aat of isme, ook dan gebruik je altijd het lidwoord het. Bijvoorbeeld het Colosseum, het resultaat of het kubisme. De derde tip die ik je kan geven. Zodra een werkwoord wordt geschreven als een zelfstandig naamwoord, gebruik je ook altijd het lidwoord het. Voorbeeld, het lopen van de man was heel statig. Het schrijven van de auteur is fantastisch. Altijd het lidwoord het. En de laatste. Begint een zelfstandig naamwoord met be, ge of ve, maar eindigt het niet op ing, dan gebruik je ook altijd het lidwoord het. Het is het begin, het geluk, het verdriet. Maar het is de verdieping. Want dat zelfstandig naamwoord eindigt dan weer op ing. Dit was dan weer de vlog van deze week over lidwoorden in het Nederlands. Wil je nu een reactie achterlaten of heb je nog een vraag? Doe dat dan hieronder bij de comments. Tot volgende keer!